Welkom allemaal, leuk dat jullie kijken. We gaan het vandaag hebben over Rotterdam. Hedendaags een grote moderne stad. Er is echter heel veel veranderd in de afgelopen tientallen jaren. Na de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw. Hand in hand heeft men op elk vlak de stad gemoderniseerd. Uiteraard zijn ook de motieven bewaard gebleven. Arie Groeneveld, een persfotograaf die zich midden jaren 50 in Rotterdam vestigde, heeft in de jaren daarop heel veel op de gevoelige plaat bevestigd. Om een getal te noemen, er zijn ongeveer 80.000 negatieven door de Stadsarchieven Rotterdam gewaarborgd en daar zijn ongeveer 10.000 van ingescand, gedigitaliseerd en toegankelijk voor iedereen. In deze video heb ik 5 foto's van Arie proberen opnieuw te maken. Dit puur om het desbetreffende gebied te vergelijken met toen. Laten we samen kijken. Foto 1. Blijdorp 1962. Het is paasweekend. De mensen hebben zich op zijn best aangekleed en verzameld voor de entree om er een leuk en gezellig dag van te maken. Een aantal in de drukte hebben Arie in de gaten en kijken recht de lens in. Wat mij opvalt is het brede trottoir die in geval van drukte voldoende ruimte biedt voor de wachtrij. Links een lantaarnpaal met fietspadbordje waarbij waarschijnlijk de fietsers de weg moesten delen met de automobilisten. Het is een klinkertjesweg, dat was waarschijnlijk niet comfortabel fietsen op dat stuk. Achter die lantaarnpaal een bijgebouw aan de entree met een mooi balkon en hekwerk. Voor de rest staat er boven de entree Diergaarde Blijdorp en een symbool met 2 giraffen. Dit is trouwens ook verlichting. Aan de rechterkant van de foto zien we een stukje hekwerk die de grenzen van de dierentuin aanduidt. December 2023. We zien dat er vrij weinig is veranderd in ruim 61 jaar tijd. Inmiddels is er gescheiden fietspad aangelegd en ook hekwerk die vermoedelijk ongelukken tussen wachtenden en voorbijgaande fietsers moeten voorkomen. De bomen op de achtergrond zijn gegroeid en de achtergrond is lekker groen. Foto 2. Beukelsdijk 1967. Vermoedelijk een stel naast een auto die beladen is met koffers. Zwijn uit naar een achterblijfster. Het is niet veel die bagage. Verhuizen zal het niet zijn. Vakantie misschien? Wie weet. Rechts van de achterblijfster zien we nog een stukje trap van een portiek. Nummer 136B. Iets verderop, aan de andere kant, hangt er een vlag omgewikkeld aan zijn drager. De gevel kent voor de rest trapeziumvormige uitbouw op de tweede vloer. Een drukke foto. Tijdens het maken van de foto op de Beukelsdijk had ik best moeite met het bepalen van waar Arie nou stond. De gevel is zo druk en repeterend dat je echt op detail moet letten. Daarom hoop ik de corresponderende foto te hebben gemaakt. Het lijkt erop dat de huisnummers overeenkomen met van toen. Dit heeft uiteindelijk geholpen voor de juiste foto. De achterblijfster heeft destijds bij de drempel gestaan waar nu de ingang van de pedicuursalon bevindt. Het huis is dus omgedoopt in een bedrijf. Rechts daarvan op de foto is het net zoals toen en onveranderd. Foto 3. Mathenessebrug 1964. De slagbomen staan nog niet eens onder een hoek van 45 graden, gaande richting de 90 en de ongeduldige tweewielers hebben al hun voeten van de grond. Wat betreft de omgeving, op de achtergrond zien we de Mathenesselaan. Hedendaags is de wegdek anders ingedeeld en is er in het middensegment plaats gemaakt voor tramverkeer. Uiteraard een gescheiden fietspad en voor de rest ziet het er grotendeels hetzelfde uit als toen. Een paar stappen opzij, vervolgens naar links draaien en bingo, we hebben onze vierde foto. Oh ja, we gaan ook terug in de tijd, want het is nu 1958. We bevinden ons weer op de Mathenessebrug, kijkend naar de toenmalige Cotta Raja restaurant, die in de herbouw is. Rechtsboven valt de Philips lampen tekst op en beneden 2 dames die de trap afkomen.
dus van de Mathenessebrug richting de Albrechtskade, die er haaks onder doorloopt. Linksboven op het dak staat in het groot Hofkabanden, waarschijnlijk beneden de winkel. Inmiddels heeft de haakse trap waarop de dames sliepen plaatsgemaakt voor een rechte variant. Het blok links van de toren is ook vervangen door een moderne complex. Daarnaast is er vrij weinig veranderd en er zit alsnog een restaurant, weliswaar niet hetzelfde. Dan komen we aan bij de laatste foto, foto 5, G.J. de Jongweg, 1967. We bevinden ons op een hele brede wegdek met twee rijstroken zowel heen als terug, waarbij ook een middensegment voor tramverkeer. De bussen maken ook gebruik van het middensegment, zo is op de foto bus 42 te zien. Op de achtergrond, gebouw van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen en de toren van het gemeente Energiebedrijf. Inmiddels is er geen gelegenheid voor trams en is er ook bespaard op de rijbanen. In plaats daarvan meer met groen gescheiden wegdek. De achtergrond is identiek. Als we moeten samenvatten, merken we in de 5 foto's op dat er in de afgelopen 60 jaren vooral veel is gedaan aan infra en bestrating. Gebouwen zijn grotendeels behouden gebleven, weliswaar soms omgedoopt naar wat anders. Ik ga even verder kachelen en wat foto's maken. Mocht je dit een leuke video vinden, vergeet dan niet te liken en subscribe om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. Tot de volgende video. Laters!